En ik heb op een gegeven moment een soort meditatieretraite gedaan. Er kwam een heel mooi verhaal van een moeder uit India uit. Een moeder in India, die heeft 3 zoons. En op een gegeven moment wil ze koken, maar ze heeft olie nodig. Dus ze stuurt een van de zoons op pad om olie te halen. Ze heeft 10 roepies in een vaas. Jongen gaat op pad, gaat olie halen, komt terug. Alleen onderweg struikelt hij. Raakt de helft van zijn olie kwijt en komt bij zijn moeder en zegt... Oh, mama, het is vreselijk. Dit is de ergste dag van mijn leven. Ik ben gevallen, heb de olie kwijt. Oh, het is vreselijk. Ergste dag van mijn leven. Nou, zegt zijn moeder, zo erg is het nou ook niet. Maar ja, ze heeft weer olie nodig. Ze stuurt de tweede zoon op pad. De tweede zoon gaat op pad, gaat olie halen, komt terug. Ook hij struikelt en komt terug en zegt... Mam, dit is de beste dag ooit. Want ik ben gevallen, ik ben nog heel, de vaas nog heel... en ik heb de helft van de olie weer te redden. Hoe gaaf ben ik? Nou, zegt zijn moeder, zo cool is het nou ook weer niet. Maar ja, weer olie nodig. Dus de derde zoon gaat op pad, gaat olie halen, komt terug. Maar ook hij struikelt. Ik vermoed overigens een motorisch probleem in het gezin, maar dat is een andere discussie. En hij komt thuis en hij geeft die olie en zegt... Moeder, ik ben gevallen. Ik heb mijn vaas nog. De helft van de olie heb ik nog, maar ik ben ook de helft van de olie kwijtgeraakt. Maar wat ik nu ga doen, is ik ga terug naar de markt en ik kan 2,5 uur werken voor deze koopman. En als ik 2,5 uur voor deze koopman gewerkt heb, dan krijg ik genoeg geld om een andere halve vaas met olie te halen. En dan heb je toch wat je origineel wilde hebben. En ik geloof heel erg in die houding. Het is een beetje veel, hè? Ja, het is over 2 dagen verspreid. Hè? Ja. Ik geloof heel erg in die filosofie. Het gaat niet om optimisme. Het leven is niet fantastisch, het gaat niet vanzelf en het is zeker niet ideaal. Maar ik geloof niet in pessimisme, want het leven is ook niet helemaal kloten. Het einde van de wereld is niet nabij. Tenminste, het ligt er een beetje aan wie het vraagt, maar ik geloof niet dat het einde van de wereld nabij is. Maar er is altijd iets wat je kunt doen om het beter te maken. Dat wordt je zoektocht te zijn. Dat klinkt misschien een beetje overly positivistisch, maar het maakt wel het grootste verschil. Wat kun je doen om het beter te maken?